Hallo kids, hier ben ik weer, Jok, met een zeer spannend beroep van de maand. Ik ben hier in het politiebureau, ja natuurlijk niet als boef, want ik wil gewoon graag weten wat je allemaal moet doen als politieagent. Ik heb dan ook een gesprek met Dirk van der Pest en die kan me er vast meer over vertellen. Hallo, ik ben Jok van Junior Kids TV. Mag ik u een paar vragen stellen over uw beroep? Jazeker, Jok, dat kan. Hoe lang doet u dit werk al? Nou, ik zit al 20 jaar bij de politie. Zo, dat is best wel lang, hè? Ja, dat is al een hele tijd inderdaad. En hoe is het gekomen dat u dit werk ging doen? Ja, ik zat op school en ik moest een beroep kiezen. En toen dacht ik, wat zal ik worden? Brandweer, politie? En toen dacht ik, ik vind politie toch wel leuker. Het boeven vangen, dat trok mij meer aan. Wat vindt u nou zo leuk aan dit werk? Nou, ik vind hard rijden met de auto met sirenes op, vind ik wel erg leuk, moet ik zeggen. Oh, maar niet te hard, hè? Anders kreeg u zelf een bekeuring. Ja, dat vindt mijn baas niet goed, want dan gaat hij klagen als ik te vaak te hard rijd. Heeft u wel eens wat spannends meegemaakt? Ja, met een achtervolging met de auto de sloot in, heb ik wel eens meegemaakt. Nou, dat was eng, hoor. We gingen te hard eigenlijk. En zo de sloot in, met sirenes aan, hup, de sloot in. En dat was niet de bedoeling natuurlijk. Nee, en een nat pak zeker. En een nat pak, inderdaad. En de boeven waren weg, die hebben we niet gepakt. Oh, dat is wel jammer dan. Ja, ja, dat was wel jammer. Maar goed, de volgende keer beter moet je me denken. Zijn er ook boeven hier in dit gebouw opgesloten? Ja, toevallig hebben we daar een paar hele echte boeven hier binnen zitten. Die heel veel in de huizen hebben ingebroken. En die hebben we vannacht aangehouden. Dus die zitten nu binnen. Maar daar gaan we niet naartoe hoor, die zijn te gevaarlijk. Ja, dat vind ik maar eng hoor. Ja, daar gaan we niet naartoe. Wat is er voor kids belangrijk om te weten in het verkeer? In het verkeer op de fiets bedoel je? Ja. Ja, goed aan de rechterkant blijven, goed om je heen kijken, niet te hard slingeren. En als je afslaat, goed je hand uitsteken en om je heen kijken. Want er zijn heel veel auto's in Dordrecht en dan moet je dus goed opletten. En een lamp op je fiets of wel? Ja, natuurlijk. Er moet een lamp voor en achter, wit voor en rood achter. En als het het niet doet, moet je naar je vader gaan, of misschien je moeder, en zeggen dat het licht gemaakt moet worden. Ja, maar die zijn wel eens lui, hè? Ja, dan moet je dan maar misschien een klein schop onder de kontje geven, hoor. Want dan moet het licht op de fiets. Kunt u mij en de kids thuis wat laten zien over uw beroep? Dus een rondleiding in het bureau ja, misschien? Ja, tof. Nou, Jok, moet ik met jou door het hele bureau heen? Nou, we gaan eens kijken of we dat kunnen versieren. Okay. Laten we maar eens gaan kijken. Ja. Spannend, hè, kids? Ja, lijkt me ook wel. Alsjeblieft, dit heb ik nog gevonden. Moet ik dat hier afgeven? Ja, Jok, dat is van de politie. Ja. Inderdaad, dat hebben we verloren tijdens een achtervolging. Nou, dat is goed dat je dat hier brengt. Als je wat vindt, moet je het wel bij de gemeente brengen. Maar dit is van de politie, dus hier ben je goed terecht voor. Hartstikke bedankt, hoor. Ja. Oké. Okay. Nou gaan we zeker verder kijken hier. Ja, nu gaan we weer een rondje maken. Goed gedaan. Wauw, tof hoor, die motorfiets. Nou, dit is wel een gave motorfiets, hè? Ja, dit is de snelste die we hebben. Die gaat meer dan 200 km per uur. Dus dat is voor de achtervolgingen. En als er aanrijdingen zijn, gaat deze motor er ook naartoe. Want dan zijn we er heel snel, hè? En het zwaailicht wat je er straks gebracht hebt, dat komt van deze motor. Nou, dan is het maar goed dat ik hem teruggevonden ja, heb. Ja, hartstikke goed. Hij zit er alweer op, dus dan kan hij vandaag meteen weer aan de slag. Zo, oké. Dit is de motor. Kijk, en hier kunnen ze door praten met de meldkamer. Oh. Zeg maar eens wat. Hallo, hier is Jok. Ik ga het dadelijk even naar de politieauto kijken, hoor. Goed zo, laten we dat maar doen. We gaan naar de politieauto. Okay. Ook hartstikke. Doen we de sirenes ook aan? Oh, geweldig. Dat lijkt me wel spannend. Kom maar. Spannend, hè. Oké. Dus ik zit nu in een echte politieauto. Een echte politieauto. Tof, met sirenes en zwaailichten. En die gaan we nu even aanzetten. Dus pas op voor je oren, want het maakt een lawaai. Oh. Daar gaat het. Wat een lawaai. Nou zeg, ik ben gelijk doof. Ja, maar dan gaan de mensen aan de kant hoor, als ja, je dat aanzet. Ja, dat is wel zo. Ja, dan moeten ze aan de kant, want dan hebben we altijd haast met sirenes aan. Geweldig zeg. Ja, mooi hè. Nou jongens, okay. Ik vind het hier wel tof hoor. Daar gaan we. Is er nog meer te zien hier? Ja, we hebben ook nog veel meer te zien. Okay. Maar dat is nog een verrassing. Kom maar. En wat is dit nou hier voor een hok? Ja Jok, nu staan we in het fietsenhok. Dus de dieven die we pakken met een gestolen fiets. Die pakken we natuurlijk af, die fiets. En dan gaan we kijken van wie die fiets is. En dan bellen we ze op. En dan komen ze hier de fiets ophalen. Dus er staan hier hele mooie fietsen van ja, de mensen. En die gaan we bellen en dan kunnen ze ze ophalen. En we houden regelmatig fietsendieven aan met een gestolen fiets. En de mensen kunnen ze dan hier terughalen. Gelukkig dan. Ja, en dan zijn ze ook altijd hartstikke blij als we die fietsen teruggeven. Want dat is natuurlijk best wel kostbaar. Heb jij ook een fiets?
Nou, een apenfiets. Een apenfiets. Nou, goed op slot zetten dan, hè? En komen de mensen het dan nog wel ophalen? Meestal wel. En heel af en toe lukt het om het niet. Maar ja, en dan hebben we pech. Dan gaat hij naar de fietsenhandel. Nou, het zijn er best nog wel veel, hè? Ja, het zijn er best wel veel, inderdaad. En maar, die brommer hier hebben ze uit elkaar gehaald? Ja, voor onderdelen. Dan stelen ze een bromfiets, dan halen ze onderdelen af en dat verkopen ze dan. Zo. Dus deze was nog, dat was nog wat er van over was. Ja, dat is niet zoveel meer natuurlijk, hè? Daar kan je niet meer mee rijden, hoor. Het zijn echte boeven, hè? Ja, dat zijn de echte boeven, inderdaad. Nou, dat klopt. Gaan we weer verder kijken? Ja, we gaan weer verder. Kom maar. Wat een super gaaf beroep is dit, zeg. Nou, ik heb weer veel geleerd en gezien hier. Bedankt voor de rondleiding, hè. Graag gedaan. En, ja, ik had toch nog één vraag wat dit hier allemaal is. Zijn dat allemaal wapens voor jullie? Ja, dat zijn allemaal wapens. Wil je ze allemaal even zien? Ja, even wel, hè. Nou, gaan we beginnen. Dit is de pepperspray. Ja. Dat heb ik laten zien, die kan eruit. En die gebruiken we als boeven een wapen hebben. En dan spuiten we pepperspray in hun gezicht. En dan zijn ze een paar minuten kunnen ze niks meer zien. En dan kunnen we ze arresteren. Oh. En dat doet heel zeer in je ogen. En een kleurtje hebt het. Nee, het ziet eruit als water, maar het doet zeer in je ogen. Oh, dat is ongelooflijk. Nou, en dit is mijn pistool. Ja, die is een gevaarlijk. Walter. Ja, daar zitten echte kogels in. En die gebruiken we maar heel weinig. Want ja, wij schieten gelukkig niet zoveel. In de benen, hè? Als ze schieten, inderdaad, Jok, in de benen. Want dat proberen we zoveel mogelijk te doen, dat ze niet meer weg kunnen lopen. Ja. Dus dat is het pistool voor. Daar hebben we ook reservekogels voor. Die heb je ook altijd in voorraad, ja, bij die hebben we altijd bij ons. 8 kogels zitten er hierin. Dat zijn ook weer echte kogels. Dat zijn echte politiekogels. Spannend, hè? En dit is een zaklamp, een hele sterke zaklamp. Daar kan je heel ver mee schijnen. Voor 's nachts natuurlijk. Oh, tof. Dat is ook heel belangrijk. Dit is de portofoon. Daar kunnen we mee praten met de meldkamer. Kletsen. Wat zeg je? Kletsen. Nee, wij praten, Jok. Oh. Kletsen, dat doen andere mensen. Maar de politie praat. Oké. Okay. Dus dat is de portofoon. Dan kunnen we met de meldkamer berichten doorgeven. En dan als laatste de handboeien. Dat is voor de boeven. Zal ik ze even bij je omdoen? Even kijken hoe ja, dat gaat. Ja, gaan we eens even kijken. Voelen. Want dat vind ik wel leuk. Even maar, hoor. Even maar. Ja, natuurlijk. Kijk, dan ga ik eerst deze hand in de handboeien zetten. Hup. Dan en wanneer wordt dat gebruikt als er een boef niet mee wil? Als een boef niet mee wil. Hup, de volgende. Zo. Oké. Okay. Nou, ik ben wel ondeugend, maar wacht geen even, ik hoor iemand. Jok, ik moet er even vandoor. Dag hoor. Oh. Dag hoor. En dan laten we hier zitten met die handboeien. Dat is ook wat, zeg. En dat sleuteltje heb ik niet. Oh jee. Help. Help. Kan niemand me losmaken?